Het wassende water zorgt voor heel wat bekijks en mooie plaatjes in ons rivierengebied. Een enkeling waagde zich zelfs nog met zijn auto in de uiterwaarden, die al deels onder water staan. Dat dit niet altijd goed afloopt, bleek zaterdagmiddag maar weer eens in de uiterwaarden bij Echteld. Daar raakte een auto van de ondergelopen weg en belandde deels onder water. De wagen werd door een tractor uiteindelijk uit zijn benarde positie bevrijd. We laten u nu nog enkele mooie plaatjes zien van dit bijzondere natuurverschijnsel.